Goedemorgen. Goedemiddag. Voor mij is het nog steeds morgen. We zijn van Gleuren bij de Buren, van Omroep Flevoland. Oh. En wij, wij willen eigenlijk bij u gluren. Flevoland, mijn bed? Ja, die zou ook wel toestaan. Maar een echte bedstee? Ja, dus slaap ik nog hen. Dat is wel bijzonder, toch? Ja. Of slaapt iedereen op Urk in de bedstee nog? Nou, ik denk dat ik een van de weinigen ben. En waarom slaapt u in de bedstee? Nou, dat vind ik gewoon lekker warm. Romantisch en lekker rustig en lekker donker. Ik vind het wel leuk, zeg. Met de bedstee vooral, inderdaad. Ja, dat is uniek, hè? Mijn man en ik waren meteen als echtpaar waar we in de bedstee sliepen. Als jullie nou een keer naar het museum gaan, dan zie je precies hetzelfde. Dat weet ik inderdaad. En toen heb ik brand gehad, 4 jaar geleden. En hoe erg? Nou, het dak eraf, alles kaal in de muren met een aanrechtje en een deurtje was over. Hier is begon meteen de slaapkamer. Ja, het is heel vlug gegaan, maar het trok gelijk over de zolder, hè. Hoe is dat gebeurd om die brand, weet u dat? Ja, per spelende kinderen, hè. Eigen kinderen? Ja, en een vriendje, ja, ze hebben het allebei gedaan. En wat gebeurde er dan? Nou, ze hadden een ventilator aangestoken en een vuurtje erbij. En het was warm weer en toen ging het heel vlug, was in mei. Nou, en het was zo rook, want er zouden nog een mannen me helpen met blussen. Maar er was niks meer aan te doen. Toen heb ik direct het gas afgesloten en zo. En de elektriciteit hier in de meterkast. Nou ja, dan kon je buiten staan en het afwachten. En heeft u nog iets proberen te redden ook, van die spullen? Nou, een oom van mij, die is pas overleden, die vloog met een blad met kopjes. En Peter heb besteld, die vloog van de schrik naar buiten. Zo, ja. Er allemaal op het plafond viel er onder vandaan. Ja, ik had allemaal leuke pakjes die allemaal verbrand en toestanden. Maar ja, als ik nou weer eens wat fit ben, dan haal ik zo weer nieuw hoor, want ik kan goed klederdracht maken. Maar dat kindje dat die brand heeft veroorzaakt, ja, die voelt zich niet schuldig? Nou, ik heb het kind nooit verweten, want dat vind ik ook geen onzin. Maar hij heeft wel wat trauma, hè? Dat hij wel het droomt en zo. Ja, want dat is wel eng natuurlijk. Ja, nee, maar zo'n kind kun je dat niet verwijten, dat is ook niet gezond natuurlijk. Nee, maar dat weten we wel, maar ja, dat is hij weet het wel natuurlijk, ja. Hij samen met zijn vriendje gedaan hebben. Ja, ze zeggen, hoe is dat gebeurd natuurlijk. Ja. Maar ja, waar ga je nou op je hoofd staan? Het is zo. Graag je lui. Nou, wie doet je wat? Dus zo ligt u dan? Lekker, hè? Ja, die tas heb ik 's nachts niet aan de voet, nou, hoor. Dat ziet er wel goed uit. Ja, lekker, hoor. Nou, bedankt, hè? Tot ziens. Doeg. Op de deur.